Is er iemand? Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Welkom op B-Jazz International Contest. Het vroegere Jazz Hoelaar International Contest, maar nog altijd van Muziek Mozaïek. Nu in een stedelijk gebied in Leuven in samenwerking met OPIC en 30cc. De formule bleef na 35 jaar nagenoeg ongewijzigd. Zo'n 100 groepen uit alle windstreken stuurden hun composities in naar Muziek Mozaïek. En daaruit koos een jury 4 finalisten. Daarbij komt dan nog de winnaar van Getxo Jazz. Dat is een concours in Spanje, een jazzconcours in Spanje. En ook de winnaar van Storm Contest van Vrijstaat O in Oostende is er vanavond ook bij. We hebben dus 6 finalisten. En die zullen beoordeeld worden door een internationale jury. Niet de minste. Ik zal ze even voorstellen. We hebben dus, dat lees ik voor, Anna Figarova uit Azerbeidzjan. Zij is muzikante, componiste en ook de juryvoorzitter. Fernando Iza San Miguel komt uit Spanje en hij vertegenwoordigt het Getxo Jazz Festival. Jan Formanoy komt uit Nederland. Hij is muzikant, docent en hoofd van de jazzafdeling van het Conservatorium van Maastricht. Mark van den Hoof, ja, een monument in ons land, hè. Producer en medewerker van de VRT en Cobra.be, ook een columnist van Jazz Mozaïek. Patrick Mortier vertegenwoordigt Sabam, is muzikant, producer en uitgever. Leon Louest uit Nederland is muzikant, componist, medewerker van Jazz Mozaïek. En ook docent aan de conservatoria van Maastricht, Antwerpen en Gent. En dan de laatste man is Philippe Verneert, hij is muzikant, directeur van Muziek Mozaïek, de man die ook B-Jazz nu een nieuw leven inblaast. En hij is secretaris van de jury. Zo, dat weet u nu, heel belangrijk. Want die mensen moeten de winnaars aanduiden op deze 2 dagen tijd. De doelstelling blijft dezelfde. Jonge internationaal talent ontdekken, promotie en ook aanvuren. En hen een kans te bieden om op te treden in de beste omstandigheden. En zich voor te stellen aan u, aan de pers en ook aan de jury. De 6 finalisten, dat hoort u ook te weten, die spelen elk 1 verplicht nummer. Dat is een nieuwe compositie van Alex Co. de Rudder, die heet Cantabria. En ze moeten ook 1 standaard kiezen, die ze op vooraf bepalen. En voor het overige hebben ze vrij spel, kunnen ze spelen wat ze willen. De eerste groep komt uit Duitsland en de Russische Federatie. Die mensen leerden elkaar kennen aan het conservatorium van Leipzig en schreven zich vorig jaar in voor de Getxo Jazz Group Contest in Spanje. Ze wonen die. En daarom staan ze hier. Ze mengen folk met klassiek, pop, rock, elektronica, mainstream jazz en free jazz. En ze nemen nu al op dit moment, uiteraard niet op dit moment, van nu gaan ze spelen, maar rond deze periode nemen ze hun eerste studioplaat al op. Mocht u zich afvragen waar hun naam voor staat, wel Ilatif Algo. Dat is een anagram van 2 voornamen van Vitali, de trompetist, en van Olga, de pianiste. We weten alles en we kunnen dit concours van B-Jazz starten met, en ook uw warm applaus voor, het Ilatif Algo Quintet.
Goedenavond. I just would like to say that we are very happy to play here on this contest. And now we are coming to the last composition, and I would like to introduce the band.
Nicholas Kraft, I'm tenor saxophone. Vitaly Kisilov, trumpet. Lucas Grove, bass. Philip Teurer, drums. And my name is Olga Reznichenko. Thank you very much. Hope you enjoy the music.